over de gebeurtenissen in Hongkong de afgelopen weken. En we gaan dat, de paraplu-revolutie wordt die genoemd, u heeft het affiche gezien. Wie ons daar meer over gaat vertellen is Fred Sengers, hij zit hier op de eerste rij. Fred Sengers is journalist en China-deskundige. En hij heeft ook al eens een keertje opgetreden voor ons bij de Nacht van de Dictatuur. Misschien is dat bekend, toen heeft hij gesproken over internetcensuur in China. Dat was een buitengewoon interessante presentatie. Nu gaat hij het hebben over de paraplu-revolutie of paraplu-opstand, hoe je het wil noemen, in Hongkong. Voordat ik hem het woord ga geven, wil ik eerst onze vaste columnist naar voren vragen, Leon Wekken. En die heeft zich laten inspireren door de paraplu-revolutie. Dames en heren, je hebt revoluties in soorten. Groene, culturele, industriële, ook politieke revoluties, alsmede fluwele revoluties, nationale revoluties en anje-revoluties. Er zijn ook contra-revoluties, paleisrevoluties en voorts heb je nog staatsgrepen, evenals diverse lentes, zoals de Arabische lente, waarop dan geen Arabische zomer volgt, maar een ijzige winter, zulks na te vragen in Cairo en Tripoli. Een revolutie wordt wel gedefinieerd als een algehele verandering, een ommekeer in de staatkundige en of maatschappelijke toestanden in een land, ten gevolge van een actie van hen die aan die toestanden onderworpen waren. Maar is die paraplu-revolutie wel een revolutie? Eerst nog even, ja, u weet dat waarschijnlijk al wel, wat is een paraplu? Bij paraplu heb ik de primaire associatie met regen en met kinderliedjes. Onder moeders paraplu, daar liepen eens twee kindjes. Wie ook weer? Hanneke en Janneke, en dat waren dikke vriendjes. Hadden natuurlijk vriendinnetjes moeten zijn, maar goed, in die tijden van onbesproken zwarte pieten kon dat nog wel. Een ander kinderliedje in der tijd, Aju paraplu. Maar dat zullen ze deze dagen in Hongkong nog wel niet zingen. Een paraplu is dus een scherm tegen de regen, tegen de zon en een enkele keer uitgerust met een giftige pijl voor een politieke moord. Een paraplu-moord. Het zonne, dan wel regenscherm, is een symbool geworden van de demonstraties van jongeren en andere delen van de bevolking van Hongkong die voor het vertrek van het stadsbestuur en daadwerkelijke vrije verkiezingen, zoals door China beloofd, de straat op gaan. De tegen de zon meegebrachte paraplu bleek ook enige beschutting te bieden tegen traangas en pepperspray, alhoewel in mindere mate tegen rubberkogels, om over eventueel toekomstige echte maar te zwijgen. De paraplu werd het teken van solidariteit in verzet tegen de ondemocratie en onbetrouwbaarheid van Peking. Is die paraplu-revolutie dan een revolutie? Nee, natuurlijk niet, althans nog niet. Het gaat immers niet om een heel ander politiek en of economisch systeem. Van een echte revolutie zou bijvoorbeeld sprake zijn als, aangestoken door een succesvolle opstand in Hongkong, ook de Chinezen op het vasteland de straat op zouden gaan, democratie eisend en daarmee het communistisch systeem uiteindelijk ten val brengend. Maar voorlopig blijft het, wat Hongkong betreft, wel bij een oefening in vasthoudendheid van de kant van veel vreedzame demonstranten en wat minder deels gewelddadige tegendemonstranten. Bij overdracht door Groot-Brittannië aan China werd beloofd dat Hongkong zijn economische en politieke systeem voor de komende 50 jaar mocht behouden, maar ook heeft Peking de belofte gedaan dat er in 2017 algemene verkiezingen zouden zijn voor de chef-executive, zeg de burgemeester van Hongkong. Kort geleden kwamen echter signalen uit Peking waaruit viel af te leiden dat er inderdaad vrije verkiezingen kwamen, maar de keuze wel beperkt was tot de twee of drie kandidaten die in feite door Peking worden bepaald. En dat was de trigger voor demonstraties en voor de politie om tegen de gewoonte in hard op te treden. Waterkanonnen, traangas, pepperspray en volgens sommigen
rubberkogels. Naast het bewijs van Chinese onbetrouwbaarheid waren er nog andere grieven die te maken hebben met onder meer de toevloed aan vastelandschinezen en pogingen van Peking invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld op het onderwijs. Zoals wellicht bekend voelt de Hongkonger die in die West-Berlijnse vitrine après la lettre woont zich ver verheven boven de in zijn ogen minder beschaafde Chinees van het platteland. Maar van dat platteland kwamen hele hordes, met name vrouwen die in Hongkong bevielen van een baby met een Hongkongs paspoort. Een activiteit waardoor zij bijzonder bijdroegen tot het tekort aan ziekenhuisbedden, medicijnen en niet vervuilde babymelk. Op de vraag, willen jullie meer of minder plattelandschinezen, antwoordden de Hongkongers dan ook, minder, minder, minder. De geweldloze studenten van Occupy Central en andere groepen vragen zich af of het verbreken van de Chinese belofte niet een eerste stap is naar verdere beperking van de politieke vrijheid. De club die zich de zwijgende meerderheid noemt en de daarnaar verwijzende tegendemonstranten menen dat verdere onrust vermeden dient te worden en de economie al meer dan genoeg schade heeft opgelopen. Tegendemonstranten, deels uit Pekingezen bestaand, melden zich bijtend en blaffend bij de vreedzame barricadisten. Peking vreest dat een geslaagde opstand aanstekelijk zal werken op de grote groep ontevredenen op het vasteland. Als het niet anders kan, zal Peking, net als op het plein van de Hemelse Vrede in 1989, niet schromen, grootschalig, hardhandig en dodelijk effectief op te treden. Voor een dergelijke stortbui zal geen enkele paraplu of afdak enige uitkomst bieden. Maar dat hoeft ook niet. Een opstand beginnen is 1. Hem volhouden is 2 tot 13. En nog verder. Goedemiddag, fijn dat u allemaal bent gekomen naar deze zijvleugel van dit gebouw. Ik heb waarschuw alvast dat ik 31 sheets heb voor een kwartier. Dus de mensen met epilepsie moeten eigenlijk nu weggaan. We gaan het inderdaad over de paraplu-revolutie hebben. Zo is het aangekondigd. Maar Leon zei het al even, het is eigenlijk geen revolutie. Want bij een revolutie willen mensen het politieke systeem omvergooien. En dat is niet de opzet van de pro-democratiebeweging of de studenten in Hongkong. En dat is misschien maar verstandig ook, want dat zou totaal niet getolereerd worden. Ik zal even kort met u, omdat denk ik toch wel handig is om even de context te plaatsen. Als we China hebben, dan zien we dus in het zuiden zien we Hongkong. Met grote steden eromheen. Guangzhou, echt een grote miljoenenstad, een van de grootste steden van China. Shenzhen ligt onder dat rode puntje, dat is ook een hele grote stad. En Hongkong is eigenlijk een natuurlijke haven. Het is een groep eilanden. En dat was vroeger natuurlijk ideaal om daar met schepen naartoe te varen en in de luwte te gaan liggen. En in de 19e eeuw, toen zagen de Engelsen dat ook. En China was zwak toen. En toen ze hebben allerlei landen, waaronder Engeland, hebben concessies van China afgedwongen om handel te kunnen drijven. En de concessie die Engeland heeft bedongen is dat ze voor 100 jaar Hongkong gingen leasen. En dat was in 1897, dus u kunt allemaal rekenen, dat is altijd makkelijk met 100. In 1997 liep dat af. In die Engelse tijd heeft Hongkong zich enorm ontwikkeld van een hele traditionele haven waar jonken het beeld bepalen. En wij kijken naar Victoria Harbour en daar kijken we nu ook naar. Dus u kunt ongeveer wel nagaan hoe zich dat heeft ontwikkeld in die periode. Goed, 1997. Ik zei het al, toen liep die lease van Hongkong door de Engelsen af in 1986. Begon Margaret Thatcher al te onderhandelen met de Chinezen over de voorwaarden voor teruggave. Misschien nog wel aardig om te melden dat de Engelsen op de valreep nog wat democratische hervormingen hebben doorgevoerd. Want ze hadden dat 90 jaar als een kolonie dictatoriaal geregeerd. En een geweldig present wat de
Engelsen hebben achtergelaten is het metrosysteem. Ze hebben in de laatste 10 jaar daar de metro van Hongkong aangelegd. En die is werkelijk formidabel. 1997 dus kwam het ervan. De Engelse vlag werd gestreken en de Chinese vlag ging in top. Er zijn toen een aantal afspraken gemaakt. En Leon refereerde er al aan. Een van die afspraken was... Hongkong behoudt een zekere mate van autonomie, bestuurlijke autonomie, als het gaat om ja, echt lokale zaken. Denk aan hoe we het onderwijs organiseren, de zorg, maar dus niet defensie of buitenlandse politiek. Dat zou echt een zaak van Beijing worden. En er is een lokaal bestuur neergezet met een chief executive aan het hoofd. En een parlement wat lokale wetten kan aannemen. En er zitten 60 mensen in, als ik me niet vergis. En dat noemen de Chinezen, dat is wel aardig om nog even te vermelden, 1 land, 2 systemen. Dus in de Chinese perceptie is Hongkong, net zoals Macau, wat dezelfde ontwikkeling heeft doorgemaakt, maar dan van Portugal weer terug is gegeven aan Engeland. In de Chinese perceptie was Hongkong dus onlosmakelijk deel van China, maar met een ander systeem. En de Engelsen zijn daar toen mee akkoord gegaan, omdat ze toen de gedachte hadden dat naarmate China welvarender zou worden, moderner zou worden, dat daar vanzelf democratische hervormingen zouden komen, waardoor China als het ware Hongkong zou bijhalen of inhalen op dat democratisch gebied. Maar dat is helemaal niet gebeurd. Er zijn nauwelijks democratische hervormingen in China geweest in de periode sinds 1997. Dus dat gat is er eigenlijk nog steeds. De chief executive, ik zei het al, dit is de huidige CY Lung. Lung Chun-ying heet hij in het Chinees dan. Mr. 689, want dat zijn de aantal mensen die op hem gestemd hebben om hem in functie te krijgen. Omdat in de huidige situatie de chief executive door een kiescommissie wordt gekozen van 1200 mensen. Dus een erg ruime meerderheid had hij niet. 1200 mensen die zorgvuldig worden uitgezocht. Dat is niet een dwarsdoorsnee van de bevolking. De mensen kunnen zich daar niet zomaar voor opgeven. Dat zijn eigenlijk mensen uit de zakenwereld, uit de ambtenarij, wat lokale politici. Het is echt niet zo dat die allemaal vreselijk pro-Beijing zijn, maar er wordt wel goed naar gekeken dat er een werkbare meerderheid is die doet wat China wil. Dus dit is een kandidaat die op de Chinese steun kon rekenen. En een van die dingen toen is afgesproken bij die overdracht was dat op termijn algemeen kiesrecht zou worden ingevoerd. En dan kijkt iedereen naar 2017, want dan komt er een nieuwe chief executive. En de bedoeling is dan dat die via algemeen kiesrecht wordt gekozen in die zin dat straks de kiesgerechtigde bewoners van Hongkong hun stem kunnen gaan uitbrengen, maar dat er geen vrije kandidaatstelling is. Dus er komt die kiescommissie waar we het net over hadden, die gaat kandidaten selecteren en die selecteert er 2 of 3 en daar mogen de mensen straks op stemmen. En in Chinese begrippen houden ze zich aan hun belofte van algemeen kiesrecht, want straks 1 kiezer, 1 stem. In de perceptie van de pro-democratiebeweging zeggen ze, jullie houden je helemaal niet aan jullie belofte, want dit is geen algemeen kiesrecht. Dit zijn schijnverkiezingen. Op het moment dat je op tevoren door jullie geselecteerde kandidaten mag stemmen, dat is geen vrije keus. Dan krijg ik 3 keer dezelfde smaak. Mensen met hetzelfde programma. En dat willen we niet. En dat is de basis eigenlijk van de protesten die wij de afgelopen weken hebben gezien. Daar is een hele aanloop voor. Dat begon met een burgerreferendum, wat de pro-democratiebeweging in Hongkong heeft georganiseerd. Er zijn 7 miljoen inwoners, ongeveer 3,5 miljoen mensen staan geregistreerd als kiezer. Daarvan hebben er 750.000 meegedaan aan dit burgerreferendum, wat dus geen officiële status heeft. En zich in zeer grote meerderheid uitgesproken voor een systeem waarbij er vrije kandidaatstelling is. In die zin dat dus ook politieke partijen of groepen burgers met 30.000 handtekeningen hun eigen kandidaat mogen stellen. Maar goed, heeft dus geen kracht van de wet dit. Maar het was natuurlijk wel een belangrijke indicatie hoe de grote deel van de bevolking hierover dacht.
Dan krijgen we 1 juli, dat is de dag van de overdracht. Hè. Dus in 1 juli 1997 was de overdracht en dat wordt ieder jaar gevierd in Hongkong. En dat, wordt dat is een verplichte vrijdag, dus iedereen is lekker vrij. En dat wordt door de pro-democratiebeweging eigenlijk al sinds de overdracht aangegrepen voor een traditionele demonstratie waarin aandacht wordt gevraagd voor die democratische verworvenheden van Hongkong. En een beetje afhankelijk van hoe spannend het op dat moment is, hè, of er actualiteit speelt, komen daar tussen de 100.000 en 500.000 mensen op af. Dus dat is toch wel vrij substantieel. De tegenstanders zaten ondertussen ook niet stil. We zitten nog steeds in de aanloop naar wat we de afgelopen weken hebben gezien en organiseerden een tegenreferendum. Nou, daar moesten natuurlijk meer mensen aan deelnemen dan aan dat pro-democratie referendum. En dat is volgens hun zeggen gelukt. 930.000 mensen tekenden tegen burgerlijke ongehoorzaamheid en voor het voorstel wat het stadsbestuur had gedaan voor democratische hervorming. En dat geeft ook wel aan, dat toen al konden we zien hoe groot de verdeeldheid in de stad is. Want wij denken natuurlijk wel eens, iedereen wil democratie, iedereen wil die vrijheid die wij hebben. Maar dat is niet zo. Daar wordt genuanceerd over gedacht daar. En het zou een simplificatie zijn als we zouden zeggen dat iedereen in Hongkong hetzelfde wil, namelijk een systeem van vrije kandidaatstelling. Dat is zeker niet het geval. Nou, toen kwam de witte rook uit Beijing. De top van de communistische partij kwam bijeen. En die besloot inderdaad tot een systeem wat iedereen al verwacht had. Met die kiescommissie die uiteindelijk de kandidaten selecteert. En gaf de kiescommissie ook nog mee dat in de ogen van de communistische leiders een geschikte kandidaat zou zijn. Iemand die houdt van Hongkong en van China. Met andere woorden, iemand die nogal patriotistische instelling heeft. Dat was op 31 augustus. Dan zitten we eigenlijk al vlak voordat het september wordt. En dan in eind september, dan gaan de studenten staken. Ze gaan geen college meer volgen. Dat vinden de hoogleraren niet erg, want dat zijn achter de schermen zijn dat de grote mensen van de pro-democratiebeweging. De studenten gaan staken een week lang, demonstreren in de stad en op 26 september doorbreken ze het hek bij het regeringsgebouw, dringen daar een pleintje op, een niet zomaar een pleintje, want het is een pleintje waar vroeger vrijelijk gedemonstreerd mocht worden, maar waar sinds een paar jaar een hek staat, dat je daar niet meer op kan. Dat hek hebben ze geslecht en een groepje van ongeveer 60 studenten heeft daar dat plein bezet. En dat zag er dan ongeveer zo uit. Die studenten in het midden om de vlaggenmasten, een cordon van agenten eromheen en buiten het zicht van de camera's ongeveer 1000 studenten die hun steun betuigden aan de studenten die deze bezettingsactie hadden gedaan. Dan een dag later. Twee dagen later staat hier. Even kijken hoor. Ja, want dat heeft natuurlijk alles te maken met dat het plein ontruimd wordt. Dat is wel een dag later. Dan besluit de politie om dat plein te ontruimen. Daarbij wordt ook pepperspray gebruikt. En daar worden veel inwoners van Hongkong worden daar zo boos over dat tegen die geweldloze studenten een groepje van 60 mensen die vreedzaam demonstreert op dat plein, dat daar zo'n zwaar middel tegen ingezet wordt, dat er stromen duizenden betogers, mensen die misschien gedacht hadden laat maar deze demonstraties, maar dit gaat tegen hun rechtvaardigheidsgevoel in. En duizenden, tienduizenden mensen komen naar het centrum van Hongkong. De overheid is dan volkomen verrast. Een van de pro-democratiebewegingen, Occupy Central, dat is zeg maar de club die bereid is het verst te gaan in hun protest tegen het bestuur. En ook burgerlijke ongehoorzaamheid predikt. Hè, want ook de pro-democratiebeweging is niet homogeen. Daar zitten weer verschillende groepen in die bereid zijn ver of minder ver te gaan. Occupy Central is de groep die het verst wil gaan. Burgerlijke ongehoorzaamheid, bezettingsactie van het centrum, die roept de mensen op naar de stad te komen. En dan is de overheid volkomen overrompeld. De politie wordt echt letterlijk onder de voet gelopen. Zij proberen wel de wegen vrij te houden, maar de overmacht is te groot. En dat heeft er alles mee te maken dat men verwacht had dat die actie van burgerlijke ongehoorzaamheid pas een paar dagen later plaats zou vinden.
Dus alle verloven waren voor woensdag ingetrokken bij de politie. Maar op zondag begint het allemaal al. En dan duurt het de hele dag. Er worden allemaal politiemensen opgeroepen voordat de politie op kracht is. En dan volgt het bevel om de straten vrij te maken. En daarbij wordt opnieuw pepperspray, maar ook heel veel traangas gebruikt. En dat levert ook deze iconische foto op. Dit wordt de foto waarin wij bij, over 10 jaar bij de herdenking van dit soort dingen, die gaan we allemaal weer zien. Want dat is dit symbolische beeld, die wolken traangas, maar ook die paraplu. Die paraplu die mensen bij zich hebben om zich te beschermen tegen de regen. Want het kan er behoorlijk regenen, dat heeft het ook gedaan de afgelopen dagen. Maar ook tegen de zon en ook tegen traangas en pepperspray. Vandaar die paraplu-opstand. Dit heeft een volkomen averechts effect. Want ten eerste lukt het niet om de straten vrij te maken. En ten tweede is er opnieuw een groep demonstranten die zegt, ja, maar jullie proberen iedereen die een dissidente mening heeft monddood te maken. Dit gaat mij te ver. Ik ga ook de straat op. En de massa's zwellen aan. En dat gaat eigenlijk zo door tot 1 oktober. Dat is die officiële feestdag, hè, op woensdag. Dan doet het stadsbestuur doet zijn best om er een officiële feestelijke viering van te maken. En ze houden alle dissidenten zorgvuldig buitenheen. Behalve één, Paul Zimmerman, dat is een Nederlander. Die al jarenlang in Hongkong woont en in het lokale bestuur zit. Hij is een soort gemeenteraadslid. Die gaat naar die officiële viering en steekt daar te midden van alle hoogwaardigheidsbekleders een gele paraplu op. Paraplu-opstand. Geel is de kleur van de pro-democratiebeweging. En deze foto gaat de hele wereld over. En als Paul Zimmerman nu op straat loopt in Hongkong, dan wil iedereen met hem op de foto om een selfie te maken. Dus dat is nu plotseling een wereldberoemde Hongkonger geworden. Nou, de overheid begrijpt eigenlijk wel dat ze een fout hebben gemaakt. Dat ze naarmate ze zwaar geweld inzetten, althans zwaar geweld in politioneel optreden gezien, zwaar geweld hoog in het geweldspectrum, dat eigenlijk ertoe leidt dat er meer mensen komen, dat de onrust toeneemt. Dus de oproerpolitie wordt eigenlijk al vrij snel weer van de straat afgehaald. Er komen weer agenten met de platte pet, zouden wij zeggen. Hongkong, de politie heeft natuurlijk ik weet niet of jullie dat weten, maar een imago van zeer tolerant, vrij, weinig geweld, gaan ook over het algemeen ongewapend op pad. En ze zijn ook eigenlijk trouwens helemaal niet voorbereid op dit soort grote ordeverstoringen. Dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom het een beetje uit de hand is gelopen. Ze hebben daar eigenlijk geen ervaring mee met rellenbestrijding. En dan zien we in de dagen daarna dat het allemaal wat rustiger wordt. Op 2 oktober proberen de studenten nog de boel nieuw leven in te blazen, het momentum aan te grijpen door overheidsgebouwen te omsingelen. En dan wordt het nog wel even spannend, maar de overheid die maakt niet 2 keer dezelfde fout. Die reageert eigenlijk heel rustig. Die zegt, omsingelen jullie de boel maar, als wij er maar af en toe in mogen met eten voor de agenten, dan vinden we het allemaal prima. En dan zie je eigenlijk dat het iets minder rustig, iets minder druk wordt. En dan op 3 oktober, dan komen de eerste tegendemonstranten. Die het zat zijn, want we zijn dan al ruim een week bezig, dat er allerlei demonstraties in hun straat zijn. Het is, zeggen zij, slecht voor hun omzet. Winkels zijn dicht, je kunt niet naar de bank, als je tenminste in dat gebied zit waar die demonstranten zijn. Want 100 meter verderop kun je gewoon winkelen en naar de bank. Dus daar komt voor het eerst weer, laten de andere burgers zich weer horen. Die hebben zich eigenlijk maar stil gehouden in het begin. Dat levert dan wat spannende situatie op. Politie krijgt het verwijt dat ze met te weinig mensen zijn en niet goed optreden. Maar eigenlijk, behalve wat schelden, wat duwen en trekken, en er valt wel her en der een lelijke klap. Maar al met al leidt het niet tot een enorme chaos. En dat tegendemonstranten verdwijnen ook weer. En dan gebeurt eigenlijk wat iedereen verwacht, namelijk dat het langzaam een beetje begint uit te doven. De meeste demonstranten die gaan weer naar het werk als die periode rond 1 oktober, wat ook een vrije periode is, net als met 1 juli. Rond 1 oktober is dat ook het National Day, waar de dag dat de Volksrepubliek is opgericht. Dus de mensen die willen demonstreren, die kunnen dan demonstreren. Het zijn allemaal keurige mensen, hè, in Hongkong. Als je een baan hebt, dan ga je na je werk ga je demonstreren. Je gaat niet weg bij je werk of zo.
En de harde kern van de studenten. Die studenten zijn ook uitgeput. Dat moet je natuurlijk ook in oogmerk nemen. Want ze zijn dag en nacht op straat. Ze slapen daar ook. Dus de top van het protest is op dat moment geweest. En ze blokkeren nog wel de straten. Waardoor de mensen die naar hun werk moeten dat te voet doen. Maar je ziet eigenlijk dat het steeds rustiger wordt. En dan doet de lokale overheid iets heel verstandigs. In eerste instantie, die zegt namelijk, die biedt die overblijvende studenten een uitweg. Want die hebben natuurlijk nog geen millimeter treinwinst geboekt. Hè. Ze hebben wel de hele stad platgelegd. Maar qua agenda hebben ze natuurlijk nog helemaal niets bereikt. En dan biedt het bestuur de studenten een uitweg. Die zegt, jongens, wij gaan een consultatieronde houden, een serie gesprekken. De overheid, lokale overheid, spreekt nadrukkelijk over overleg. De studenten spreken van onderhandelingen, alsof er iets te bereiken valt. Dat is heel de woordkeuze is heel opvallend. En eigenlijk gebeurt er dan in mijn ogen iets onverwachts. Dat is dat de overheid een dag voordat die besprekingen plaats zou vinden, 10 oktober zouden de eerste gesprekken zijn. Op 9 oktober trekken ze de stekker er alweer uit. En dan zeggen ze, het heeft geen zin om te gaan praten, want die studenten zijn ondertussen gewoon bezig met voorbereidingen voor nieuwe acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. En onder die omstandigheden hebben onderhandelingen geen zin. En dat heeft mij heel erg verbaasd, want ik vond het namelijk zo'n enorm slimme zet van het lokale bestuur om die studenten voor die gesprekken uit te nodigen. Omdat je daarmee mensen ten eerste tijd wint. En tijd werkt in dit verband in het voordeel van het lokale bestuur, niet in het voordeel van de studenten. En je neemt ze serieus, hè, want je bent een gesprekpartner, je mag bij het bestuur komen. En je wekt toch de indruk dat er een uitweg is. Dus dat heeft mij verbaasd dat geannuleerd werd. En dan hebben we gisteren, als voor de tweede keer andere burgers, noem ze pro-Beijing of noem ze anti-Occupy, maar weer groepen mensen naar die overgebleven studenten komen, proberen die barricades weg te halen, want een belangrijke straat kan niet gereden worden, want er staan die barricades. En dat zouden dan taxichauffeurs zijn, nou dat kunnen we wel controleren, want er waren honderden taxichauffeurs met hun taxi naar dat gebied gekomen. Vrachtwagenchauffeurs, maar daar zouden ook mensen tussen hebben gezeten die tot een bende behoren. En dat kan er, want als je ondernemer bent en je zegt, ik wil hier een einde aan maken en je wil zelf je handen niet vuil maken, dan huur je een knokploeg in. Dus dat zou zomaar kunnen, dat die er ook tussen hebben gezeten. Er zijn een aantal mensen gearresteerd. Maar het geeft ook weer aan dat er toch een kloof is in die stad. Tja, nou dat was even De gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Voor zover u dat zelf al niet wist, maar ik heb toch geprobeerd wat informatie bij te geven. Maar waar gaat dit nou eigenlijk over? Gaat dit nou alleen over het kiezen van een nieuwe chief executive en het systeem waaronder dat gebeurt? Dat denk ik niet. Ik denk dat er een groter achterliggende oorzaak is. En dat heeft te maken met die belofte dat Hongkong zijn eigen systeem zou houden ten opzichte van het Chinese vasteland, zijn eigen verworvenheden zouden houden. En ik denk dat veel Hongkong-Chinezen het gevoel hebben dat die situatie op papier wel bestaat, maar in de praktijk wordt uitgehold. En dat is onder andere op het gebied van de persvrijheid. Wij zien hier een foto van Kevin Lau. Hij is hoofdredacteur van een krant geweest in Hongkong, een zeer kritische krant over het bestuur en over China, Ming Pao. En die is in februari, er zijn bewakingsbeeldencamera van, dus we hebben allemaal kunnen zien wat daar gebeurd is. Hij loopt op straat, er komen mannen op een motor, in het zwart gekleed, gemaskerd, met slagersbijlen. En die beginnen op hem in te hakken en hij heeft onder andere een wond van 16 centimeter in zijn rug. Is er slecht aan toe, heeft het wel overleefd. En dan zeggen mensen, ja, dat is toch gek, hè? Waarom hij nou? Waarom is die kritische journalist, wordt door klaarblijkelijk een bende afgetuigd en bijna het graf ingeslagen? Men ziet natuurlijk ook wel dat kritische columnisten minder ruimte krijgen bij Chinese radio, tv-stations en kranten, omdat adverteerders druk uitoefenen op uitgevers. Dus op papier heb je dan een vrije pers, maar als dat in de praktijk betekent dat je niet kunt publiceren wat je wil,
ja, wat is die persvrijheid dan waard? Dus daar, dat zijn voorbeelden waar mensen zich zorgen over maken. Het patriotistisch onderwijs, dat was 2 jaar geleden een enorm issue. Ik vertelde aan het begin al, het is een speciale autonome regio. Mensen mogen zelf beslissen in Hongkong over lokale invulling, bijvoorbeeld van het onderwijs. En toen kwam het plan, wij moeten patriotistisch onderwijs gaan geven. Nou, dat vonden de mensen in Hongkong helemaal niks. Die zagen al voor zich dat de Chinese vlag veel groter zou zijn dan de Hongkong-vlag. Woordbeeldgrapje. Daar hebben ze zich toen tegen verzet. Die slag hebben ze overigens wel gewonnen. Maar het was opnieuw voor veel Hongkong-Chinezen het bewijs dat vanaf het Chinese vasteland geprobeerd wordt de invloed op het dagelijks leven in Hongkong groter te maken. En dan hebben we deze nog. Dit is Pissgate. Hongkong is een stad met 7 miljoen inwoners. Daar komen 54 miljoen toeristen per jaar, waarvan 40 miljoen van het Chinese vasteland. Mensen hebben het gevoel dat ze overlopen worden door Chinezen. En als je 40 miljoen mensen op bezoek krijgt, daar zit rijp en groen tussen. Daar zitten hele welopgevoede, hoogopgeleide mensen tussen. Maar er zitten ook boeren tussen, mensen die niets komen om hun kinderen op straat te ontlasten. Dit leidde tot een relletje vorig jaar. Iemand filmde dit, die vader werd daar boos over. Ging die man te lijf die dat filmde. Omstanders bemoeiden zich ermee. Er ontstond op internet, toen die beelden geplaatst werden, een hele discussie. En dan komt op internet komt de ware aard van de mens boven. Dus toen werd wel duidelijk dat veel Hongkong-Chinezen de platteland-Chinezen eigenlijk wel een beetje minder waardig vinden. Andersom vinden veel vasteland-Chinezen de Hongkongers nogal hautain, uit de hoogte. En die mensen, wat je natuurlijk ook veel leest op het internet, is dat veel Chinezen ook zeggen, waar zeuren die mensen over? Ze hebben een hoger gemiddeld inkomen dan wij. Hun voorzieningen zijn veel beter. Ze genieten veel meer democratische vrijheden dan wij. En nog steeds zijn ze ontevreden. Dat is hoe veel mensen op het Chinese vasteland naar Hongkong-Chinezen kijken. En bij dit soort gebeurtenissen komen al die emoties naar boven. Dat is zeg maar de kant van de Hongkong-Chinezen. De andere kant zijn de belangen van de Chinese overheid. Ik zei het net al, een paar kilometer verderop bij Hongkong ligt een andere voormalige kroonkolonie, Macau, vroeger Portugees geweest. Daar is zich na jaren volstrekte rust ook een pro-democratiebeweging aan het roeren, die ook al een burgerreferendum aan het houden is. Dus de Chinese overheid heeft ook wel degelijk in het achterhoofd van ja, wat we in Hongkong doen en beloven, dat gaan we op andere plekken natuurlijk ook krijgen. Onder andere in Macau, wat nog wel een bijzonder gevoelig thema is Taiwan. Taiwan is in de ogen van China althans een afvallige provincie die weer onder de vleugels van het moederland gebracht moet worden. President Xi Jinping heeft gezegd in november dat hij die hereniging niet aan volgende generaties wil overlaten. Met andere woorden, hij wil zich sterk maken voor een snelle hereniging met Taiwan. Daar zijn ook allerlei initiatieven voor genomen die ja, toch ook wel historisch genoemd mogen worden. Officiële regeringsbezoeken aan elkaar. Er is een enorm Chinees charme-offensief aan de gang richting Taiwan, omdat die Taiwanese, dat is natuurlijk eigenlijk vergelijkbaar met Hongkong, dat is een betrekkelijk welvarend land met een volwaardige democratie. Die mensen zijn natuurlijk ook wantrouwig. Wat gaat er gebeuren als wij inderdaad terug bij China komen en wat is de belofte 1 land, 2 systemen dan eigenlijk waard? Dus die mensen volgen zeer nauwkeurig wat er in Hongkong gebeurt. Er zijn dan ook ondersteuningsdemonstraties, daar zie je hier een foto van Taiwan-Chinezen aan de mensen in Hongkong. Dat geeft wel aan dat dit een gevoelig thema is waar de Chinese overheid zich ook niet wil vergalopperen. En dus, je had het net, Leon, over, zal er nog met echte kogels geschoten worden? Nou, het moet wel buitengewoon mislopen als men zich daartoe laat verleiden. Ik kan het me gewoon niet voorstellen. Want daar hangt, even los van wat de rest van de wereld denkt, want dat maakt de Chinezen niet altijd evenveel uit, maar ik denk niet dat ze zich laten verleiden om zich in eenzelfde situatie als 1989 te brengen. Want dat heeft uiteindelijk wel zeer veel schade gebracht en zou dit dossier enorm onder druk zetten.
En behalve, Taiwan en Macau hebben we ook nog Xinjiang en Tibet. Dat zijn twee gebieden van China die in 1949 en 1950 onder controle van China zijn gebracht. Daar waren ze vroeger onder keizerrijk af en toe ook wel hoor, want die grenzen zijn natuurlijk niet altijd hetzelfde geweest. Maar dit zijn landen die in ieder geval bij het begin van de Volksrepubliek bij het land zijn gevoegd. Waar een specifieke bevolking, dat zijn geen Han-Chinezen, dat zijn de Oeigoeren in Xinjiang en de Tibetanen in Tibet. Dat is echt een ander volk. Die mensen zien er ook anders uit, hebben andere namen, andere taal, andere cultuur. Dat levert heel veel spanningen op. En daar kijkt de Chinese overheid natuurlijk ook naar. Als wij nou bij ieder protest, bij iedere grote georganiseerde groep die de straat op gaat, onmiddellijk meebuigen, dan gaan we dat hier ook krijgen. En dat willen ze niet. Want Xinjiang en Tibet zijn samen ongeveer 1/3 van de oppervlakte van China. Zeer rijk aan grondstoffen. En het zou een ramp zijn voor de Chinese leiders als die gebieden onafhankelijk zouden worden. Of een bepaalde vorm van autonomie zouden krijgen. Dus ook dit dossier speelt op de achtergrond nog mee bij de beoordeling van hoe ze met Hongkong omgaan. Ja, dat is zeg maar de context. Hoe gaat het nou verder? Dit is Joshua Wong. Dit is niet de officiële studentenleider, maar wel de officieuze studentenleider. Hij is een beetje het gezicht geworden van het studentenprotest. Hij was gisteren jarig, hij is 18 geworden. En hij vraagt zich ook af, hoe gaat dit nu verder? Ik heb geen glazen bol. Ik denk dat als niemand iets stoms doet, dat we de komende dagen zullen zien dat het protest verder dooft. Politie is al bezig een aantal onbemande barricades te verwijderen. Hè, want er zijn zo weinig studenten over. Er zijn er nog ongeveer 400 die op dit moment echt permanent demonstreren. Er zijn er zo weinig over dat ze al die barricades die ze ooit hebben die ze in de afgelopen 2 weken hebben opgeworpen, niet meer kunnen bemannen. Dus de onbemande barricades zijn opgeruimd. Dat heeft niet tot grote problemen geleid. Op een aantal plekken wordt er aan gewerkt om in ieder geval de weg vrij te maken. De lokale bestuur heeft denk ik een slimme tactiek gekozen door te zeggen, jullie mogen blijven demonstreren, maar we heffen wel de blokkades op, hè, want die het verkeer al 2 weken ontwrichten. En men speculeert erop dat het protest langzaam uitdooft. En dat zal denk ik ook wel gaan gebeuren. Maar daarmee is het probleem niet weg. Want de onderliggende problematiek die ik geprobeerd heb uit te leggen, en de onvrede die er is over de invloed van China op het dagelijks leven in Hongkong, die is daarmee natuurlijk niet weg. Dus er gaan weer in de komende tijd opnieuw aanleidingen zijn waardoor mensen de straat op zullen gaan. Waardoor het onrustig wordt. En het is een beetje afhankelijk van hoe de situatie op dat moment is en hoe het bestuur daarmee omgaat en of die geen domme dingen zeggen of doen, hoeveel mensen daarop afkomen. Want we kunnen duidelijk zien hoe harder het bestuur reageert, hoe meer mensen in actie komen. Dat hebben we de afgelopen weken wel gezien. Dus we gaan dit gaat zeker een staartje krijgen. En misschien wel sneller dan we denken, want er staan 2 belangrijke politieke bijeenkomsten in Beijing op het programma. Eentje al deze maand, eind deze maand, 20 oktober, als de top van de Communistische Partij bij elkaar komt in China om over het beleid voor de komende jaren te spreken. En dan gaat het onder andere over juridische hervormingen. Dat zou een goede aanleiding zijn om opnieuw te demonstreren. En er is een bijeenkomst van Zuidoost-Aziatische landen in november in Beijing. Daar is Beijing gastheer. En dat zou natuurlijk ook toch een soort van gezichtsverlies voor de Chinese leiders betekenen als ze ten tijde van dat belangrijke conferentie waar al die staatshoofden uit de regio zijn in dat grote, machtige, belangrijke China, als daar de demonstranten ook dat feestje verstoren. Dus dat zijn 2 momenten dat ik denk dat we nog wel wat zullen gaan zien. En ja, dit blijft tot 2017 terugkomen. En hoe het, en daarna misschien ook wel. En hoe het precies afloopt, ja, dat zullen we zien. Hopelijk zonder bloedvergieten.
Dit is wat ik erover te vertellen heb. Ik publiceer dagelijks op mijn eigen weblog www.blogga.nl. U kunt me ook volgen op Twitter. Hartstikke leuk, vind ik zelf. En ik neem aan dat er misschien wel vragen zijn. Daar is tijd voor, toch? Ja, daar is nog een beetje tijd voor. Ik had zelf wat vragen voorbereid, maar we zijn een beetje uit de tijd. Ben ik te lang geweest? Een fascinerend verhaal. Ik wil u even de gelegenheid geven om nog wat vragen te stellen. Valt me op dat het wel een probleem is wat al langer speelt in Hongkong. Ja. En dat er nu voor het eerst protesten zijn. Dat is niet voor het eerst ieder jaar. Oké. Okay, met 1 juli. Ja. Nou, niet in deze vorm. Kijk, nu is er een, zeg maar een aanleiding waardoor die onvrede die er is tot een kookpunt komt eigenlijk. Waardoor die protesten, dat jaarlijkse protest is er altijd op 1 juli als er gedemonstreerd wordt. Er zijn ook wel eens incidentele protesten voor persvrijheid of welk onderwerp dan ook. Maar dat, dat hier met acties van burgerlijke ongehoorzaamheid, dus een demonstratie waar geen vergunning voor is, dat mensen de straat bezetten, dat is wel anders. Ja. Ja. Ik vroeg me ook af of dat een teken is van dat er in de stad meer verbondenheid is vanuit de mensen. Omdat ik ook had begrepen dat in Hongkong veel mensen er komen voor werk of voor studie, maar er niet zoveel verbondenheid mee heeft. Mm-hmm. En dat ze graag eruit weg willen eigenlijk. Ja, dit klinkt als een heel diplomatiek antwoord, maar ik denk dat het allebei waar is. Want binnen de groepen die er zijn, leidt dit natuurlijk wel tot verbondenheid. Dat je samen een doel hebt, dezelfde agenda steunt. Maar wat we ook gezien hebben in mijn presentatie, is dat er een enorme kloof is tussen twee grote groepen. Waarvan de ene zegt van wij zijn als speciale autonome regio van China eigenlijk heel goed af. Het gaat ons goed, het gaat economisch goed. We hebben eigenlijk meer rechten dan de mensen op het vasteland. De democratische hervorming die nu doorgevoerd wordt is, hoe je het ook went of keert, wel een vooruitgang ten opzichte van de bestaande situatie. Alleen er gaat niet zo ver zoals veel mensen zouden willen of zoals wij onze democratie kennen. Maar dus er is een enorme kloof waardoor tussen de groepen onderling helemaal geen verbondenheid is. Het feit dat groepen burgers tegen elkaar opstaan en elkaar van de straat proberen af te werken, dat is natuurlijk veel betekenend, denk ik. Nou Joost, dan mag je toch nog jij vragen stellen. Ik heb een beetje Engels uiteraard. En daar werd vroeg over dit soort demonstraties. Werd er een beetje cynisch opgemerkt dat dat niet alleen maar gaat over democratie, maar ook over regionale autonomie. Een beetje een NIMBY-effect, maar dan in het groot. Dus Hongkongers die willen zo weinig mogelijk bemoeienis met het buitenland. Dus dat het niet zo gaat over hoge idealen van democratie en persvrijheid en zoiets, maar ook van we willen ons eigen pontje stoppen. En onze eigen welvaart houden. Want Hongkong is zoiets als New York. En de rest van China is toch aanzienlijk armer. Zit dat er ook een beetje bij? Nou kijk, dat heb ik net ook geprobeerd te zeggen. Die agenda is niet homogeen. Het is niet zo dat de pro-democratiebeweging dat iedereen het daar volstrekt met elkaar eens is. En je moet ook realiseren, misschien had ik dat nog even moeten benadrukken. Kijk, die chief executive, het is natuurlijk niet toevallig dat zich hier rond dit thema veel onrust heeft ontwikkeld. Want veel mensen zien in die rol van die chief executive ook iemand die moet hun beschermen tegen de invloed van Beijing. De lokale bestuurder, dat is natuurlijk iemand die gaat over het onderwijs en die zorgt dat er geen patriotistisch onderwijs komt. Die zorgt ervoor dat de instroom van allerlei mensen uit het vasteland beperkt wordt en dat China zich niet te veel bemoeit met het dagelijkse leven. Dus deze functionaris symboliseert ook de bescherming die men wil tegen de invloed van Beijing. Toen dit begon, kan ik me herinneren, een paar weken geleden, hield iedereen zijn hart vast. Hè? Dacht van, als dat maar niet zoiets wordt als het plein van de hemelse vrede met veel geweld en zo. En dat is eigenlijk niet gebeurd. Nee. Is dat nou
bewuste politiek van Beijing die gedacht heeft, we moeten hier het zachtjes aanpakken? Of is dat de traditie in Hongkong zelf om toch wat relaxter om te gaan met burgerlijke protesten? Ik denk dat de manier waarop het tot nu toe gegaan is, op zeer grote instemming van Beijing kan rekenen. Omdat er is maar één uitglijder geweest. Dat is dat men er te hard ingegaan is in toen die studenten dat pleintje voor het parlementsgebouw gingen bezetten. En dat er traangas is ingezet. En men heeft onmiddellijk gezien van als we er dus met gestrekt been ingaan, dan komen er alleen maar meer mensen op straat. En dan gaan de mensen die zeg maar een gemiddelde mening, die ergens in dat spectrum tussen Beijing moet zich nergens mee bemoeien en het gaat perfect met Beijing, ergens in dat spectrum, die mensen die gaan dan uit hun hoogpunt de verkeerde kant op. Dus dat is een faux pas geweest, dat heeft men wel onderkend. En het vuile werk wordt nu natuurlijk ook door andere burgers gedaan. Je hoeft als overheid hoef je op dit moment helemaal niet de boel schoon te vegen. Want als er andere groepen burgers zijn die de studenten uit hun wijk proberen te verjagen, nou dan hou je zelf schone handen. Ideaal. Als ik jou een weddenschap aanbied, zou jij gokken dat Hongkong uiteindelijk een gewone Chinese stad wordt? Meer dan het nu is, ja, dat denk ik wel. Want de uniciteit van Hongkong is natuurlijk ook aan het verminderen. Toen Hongkong werd overgedragen aan China in 1997, was Hongkong een geweldige kip met de gouden eieren. Want bijna alle handel via China ging via Hongkong. En een belangrijke haven, financieel centrum van heel Azië. De Chinezen zouden natuurlijk gek zijn geweest als ze op dat moment hadden gezegd van we gaan er een gewone Chinese stad van maken. Die uniciteit is natuurlijk wel een beetje aan het verdwijnen naarmate China zelf opener wordt. Om zaken te doen met China hoeft niet meer via Hongkong. Je kunt natuurlijk gewoon in Shanghai of Beijing of Guangzhou een kantoor openen en rechtstreeks daar je containers vandaan halen. Shanghai is ook een belangrijk financieel centrum aan het worden. Dus ik denk dat veel conservatieve mensen in Hongkong, mensen in de zakenwereld, ook wel doorhebben van wij zijn wat minder belangrijk voor China aan het worden. En dat mede voor een aantal mensen mede de reden is om te zeggen van misschien moeten we niet zo'n grote mond opslaan tegen Beijing. Nog een laatste gelegenheid. Iemand nog een vraag? Aduta. Je vertelde toen net dat er veel verdeeldheid is ook in Hongkong. Ja. Maar de mensen die niet pro-democratie zijn, zijn die pro-communisme? Nee, dat is. Kijk, er zijn natuurlijk ook een aantal mensen die zeggen van wij vinden de huidige situatie gewoon goed. Kijk, stel dat je al 40 jaar in Hongkong woont en je hebt een bedrijfje, een supermarktje of een groentewinkel of een restaurant. Die hebben natuurlijk een enorme ontwikkeling meegemaakt. Die stad heeft zich zo fenomenaal ontwikkeld. En ook de laatste jaren onder Chinese dictatuur zou ik bijna zeggen, is dat doorgegaan. Die mensen die hebben ook veel te verliezen. Dus je hoeft niet per se een communistisch motief te hebben om te zeggen van nou, misschien heb ik bij China wel wat te winnen. Sterker nog, je kunt je natuurlijk afvragen hoe ideologisch communistisch China zelf nog is. Het is daar goed zaken doen. Dus veel mensen denken ook met hun portemonnee, zo simpel is dat. Dus het is niet allemaal ideologie. Fred, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan.